Stichting Y Suriname en de Stichting One Stop Shop voor chronische ziekten hebben gisteren in het Psychiatrisch Centrum Suriname een lezing gehouden over diabetes mellitus, in de volksmond bekend als suikerziekte. Tegelijkertijd is er informatie verschaft over de doelen van de One Stop Shop. De sprekers waren de arts Lisbeth Berggraaf en Mira Isaiah Setny. Isaiah Setny, die diabetesverpleegkundige is, vertegenwoordigde de One Stop Shop. Beide vrouwen gingen in op het gevaar van suikerziekte. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat wereldwijd 347 miljoen mensen diabetes hebben. Verwacht wordt dat in 2030 dit aantal zal groeien tot 438 miljoen mensen. Dat is ruim 8% van de wereldbevolking, vertelde Berggraaf. Hoe sneller de bewustwording op gang komt, hoe beter ingespeeld kan worden op deze ziekte, benadrukte ze. Er zijn een aantal redenen. Een van die redenen is onze suiker. Als die suiker of te hoog of te laag is, dat betekent dat er een probleem is met de energievoorziening van onze cellen. Als het te hoog is, betekent het dat die insuline niet werkt. Dus die cellen gaan niet open, die kunnen niet werken. Het kan te laag zijn, dan heb je precies hetzelfde, want dan komt er ook geen suiker in die cel. Dus dat is één. U vroeg me naar verschillende oorzaken, toch? Dus dat is één. Een tweede is wat er nu met ons gebeurt. Temperatuur buiten is 36 graden. Uw lichaamstemperatuur is geen 36 graden. Het is veel lager, hoort veel lager te zijn, want anders krijgen uw hersenen een probleem. Dus hij moet afkoelen. En om af te koelen, moet je zweten. Zweten is een reden om af te koelen. Wanneer je koorts hebt en je denkt paracetamol, begin je te zweten. Dan wil je lichaam die hitte, die temperatuur kwijt en dan ga je zweten. Isaiah Setny vertelde dat mensen met diabetes mellitus na verwijzing van de huisarts ook terecht kunnen bij de One Stop Shop voor een jaarlijkse screening. Ook zei ze dat het belangrijk is dat de mens beseft dat diabetes invloed kan hebben op de ogen, nieren, zenuwen, voeten en seksualiteit.